Breda Nu. Je weet het meteen. De kids van kinderdagverblijf Woelewippie kregen de kans een gezonde pizza te bakken. Daarbij kregen ze snijtechnieken aangeleerd en was er groente voor iedereen. Wij doen hier het project Superchefs van de GGD uit. Ik werk op een BSO. BSO zie je zo van Woelewippie. En het idee is ontstaan om met 10 kinderen 8 weken lang te koken. Zodat de jongeren iets goeds leren doen voor de oudere samenleving. We werken nauw samen met Surplus. Omdat ik was al bekend met Surplus. En zo zijn we in contact gekomen met de Wisselaar. En wij koken dan 8 weken. En de ouderen die weten van tevoren wat er gemaakt gaat worden. En zo kunnen ze zich inschrijven. En dan komen ze s'avonds om 5 uur komen ze eten. Waarvoor snij jij de paprika? Voor de pizza. Hebben jullie al wel eens eerder een pizza belegd? Ja. En wat vinden jullie nou een lekkere pizza? Wat is nou jullie favoriet? Pizza salami. En wat heb jij? Pizza margherita. Wacht, die van mij ook. Pizza margherita ook nog. Ze zijn al met het deeg bezig. Ga je zelf ook proeven? Ja. En wat vind jij dan lekker op een pizza? Ja, vooral lekkere dingen en heel veel sla en zo. Dat is heel lekker. De kinderen die koken dus een maaltijd. Die maken elke week een maaltijd. En die kunnen de ouderen kunnen daar gebruik van maken om dat op te eten. Wat voor pizza maken jullie? Een hele gezonde pizza met eigenlijk alleen maar groenten. Dat is eigenlijk een beetje groentepizza. We zijn begonnen met een groentesoep en een fruitsalade. Het gaat erom dat de kinderen leren dat het belangrijk is dat het eten gezond is. Maar ze leren ook alle snijtechnieken. Dus alle recepten komen vooral heel veel snijwerk naar voren. Dus groentesoep en fruitspies. We hebben een keer wraps gemaakt en met fruitsalade. Een keer spaghetti, nasi. En daarin komen dus heel veel groentes naar voren. Dat gesneden groenten, zou ik maar zeggen. Oh, daar komen de mama's al. Gaan ze ook die van jullie proeven? Ik denk ook. En hebben jullie dan ook nog favoriete groenten? Wat vinden jullie lekker? Ik vind bleekselderij heel lekker, wortel en paprika. Ik denk dat mijn papa het heel lekker gaat vinden. Heb je dan ook wel eens dingetjes dat je iets niet lust? Ja, want dan zit er iets in de bodem en soms zijn er stukjes daar. En dan denk ik ook, dat heb ik mijn tand doorgebeten, maar dat is niet waar. Dat het niet lekker was of het was te hard. En hebben jullie ze zelf al een keer geproefd? Uiteraard, natuurlijk. Het is heel lekker, echt waar. Weet je wat dat is? Mozzarella. Breda Nu. Je weet het meteen.